Hij voelde zich helemaal niet goed. Met deze girls. We gaan deze avond naar de Versus. We zijn weer in de orangerie in Hasselt, hè? Met deze girls. Dank u. Ja, die waren voor mij. Dank u wel. Smakelijk allemaal. Dank u. En we hebben net eten besteld. Ik heb rijst, scampi, tomatensaus, warme groentjes. Sarah heeft een wafel. Mm. Ziet er eigenlijk wel goed uit. Jij hebt zoals ik ook maar dan. Ja. Als je zwanger bent, dan eet je veel. Nee, ik heb gewoon vieze poesie. Ja, ah. Ja, je moet toch ook voor twee eten? Nee. Nee. En Celine heeft croque monsieur. Ja. Mm. I'm back. Me too. Terug met deze snullywully. Nee, lastig. Niet pesten, hè? Nee, ik pest u niet. En ra, wat gaan we doen? Op een vrijdagavond. Oei, telefoon. Wie weet van wie dat het liedje is? Of van waar dit liedje is? Hallo. Oh, okay. Hey. Goed. Dus ik zei ra, wat gaan we doen? Op vrijdagavond. Sporten. Want dat koppel zijn we geworden, hè. Sporten op vrijdag. Niet feesten of zo. We gaan zien. Misschien wel. Misschien gaan we. Nee, ik denk niet dat we gaan feesten vandaag. Toch niet. Vergis mij. Maar. Oh, ik heb iets aan mijn lip. We gaan wel. Denk ik kebab halen na het sporten. Kebab, schotel, rijst. Sam is nu nog met zijn mama aan het bellen, denk ik. Trouwens, weten jullie van wat die beltoon is? Let us know, hè, onder. Ik weet het. Hallo iedereen. Wij zijn al een hele tijd terug van de fitness. Want Sam voelde zich niet goed op de fitness. We waren er nog niet zo lang, een half uur, denk ik. Hij voelde zich helemaal niet goed. En dan zijn we naar huis gekomen. Toen zei ik, kom, we gaan door. En ondertussen slaapt ze allemaal de hele tijd op de zetel. Heeft moeten overgeven en voelt zich niet goed. Is heel draaierig en misselijk. Dus keizelig. Ik hoop dat hem zich snel beter voelt. Maar we zullen zien. Ik weet niet of het gewoon was van draaierigheid dat hem moest overgeven. Of dat hem echt buikgriep of zo heeft. Ik weet het niet. Ik ga hier de vlog voor vandaag ook afsluiten, aangezien dat we niks meer gaan doen. Maar ik ga morgen nog verder vloggen, dus ik zie jullie morgen vroeg. Slaap wel. Het wordt tijd dat ik me terug concentreer op de dingen die echt belangrijk zijn in mijn leven. Mijn kinderen. Ik heb me veel... Goedemorgen, middag bedoel ik. Ik ben al terug van de fitness. Sam is nog steeds niet zo goed. Nee. Huh? Nee. Arme baby toch. En ik ga nu vertrekken naar Grobbendonk, denk ik eigenlijk dat dat is. Naar de nagels alleszins. Want die hebben open deurdag vandaag. En Celine en ik gaan daar eens binnen springen. Dit is mijn outfit voor vandaag. Mijn blouseje is van de Bershka. Broek is zwarte skinny van H&M. En schoenen heb ik nog niet aan. Ik weet ook nog niet welke schoenen. Ik denk de witte sneakers van Totally Too met de ijzeren gespjes. Like always. We zijn aangekomen bij Harper's. We gaan nu naar binnen gaan. Ik ben terug thuis. Bij de zieken. Yeah. Daarom zitten we zo ver van elkaar, omdat Sam ziek is. Ja. Zeg, hij voelt zich wel wat beter. Zeg, alle geluid daar hè, op tv. Sam is weer naar auto's aan het kijken, of course. We gaan Temptation kijken. Ondertussen ga ik een vlog voor morgen editen. En... terwijl we bij de nagels waren, zei Evelien van, gaan we niet iets doen deze avond? Dus we gaan deze avond naar de Versus.
Céline, Evelien, Steven, vriend van Steven denk ik, Jonathan denk ik. En Alessandra, een vriendin van ons, gaat ook mee. Dus dat gaat gezellig worden, hè. Laat me maar in de steek. Ja, jij bent ziek. Och, garm. Ja, dan mag je weg, hè. Och, garm. Oké, het is 10:55 s'avonds. Sam ligt net in zijn bed. En ik ga naar de versus. Céline is er zo, dus ik moet wel even doordoen eigenlijk. Dit is mijn outfit. Ja, redelijk simpel wel, maar ik heb wel wat cleavage, dus ik dacht de rest hou ik simpel. Streepjes, zwarte broek en ik ga mijn zwarte Bershka botjes aandoen met de rits. Dat is het. Het lijkt alsof ik keiveel lippenstift op heb en ik heb gewoon geen lippenstift op. Mijn lippen zijn zo rood, op camera zien ze er roze uit, maar die zijn heel rood omdat die heel hard gesprongen zijn. Ik heb wel zo'n lippenbalsem ding op, gewoon zonder kleur. Oké, ik ga vertrekken. Ik weet niet, als ik nog iets ga filmen daar, dan zal het op mijn gsm zijn. Maar ik zie jullie dan straks waarschijnlijk terug. Tot straks. Iedereen, ik ben ondertussen terug thuis. Het is 4:20 ongeveer. Céline heeft me net afgezet terug thuis. Het was een hele toffe avond, heel leuk. We hebben de hele avond in de R&B room gestaan. Trouwens, het is hier mega cool. Het was echt heel gezellig. Ik ben een paar oude bekenden ook tegengekomen en zo. Dus het was echt super leuk. Maar nu ben ik echt klaar om mijn bed in te duiken bij Sam. Lekker tegen Sam aan. Oh. Kijk trouwens. Kijk hoe schattig. Hey. Hey. Dag mijn schatjes. Dag mijn schatjes. We liggen echt zo samen op de mat. En Sheldon zit hier. Oei. Shelly. Duidelijk, Sheldon wil niet op beeld. Ik ga de vlog hier ook afsluiten. Oké, ik ga mijn bed induiken, want ik heb heel kou. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Doe zeker een thumbs up of twee vingers in de neus. En wij zien jullie morgen.